Daily Minutes nummer 1573 met een uitzending voor vandaag, 12 maart 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Als data vandaag dezelfde data als gisteren, maar dan met het niveau van MFSK 10 dB zwakker dan dat van SSTV. Gisteren was het niveau gelijk sterk. Ik heb één rapport gehad waarbij er kriebeltjes in het SSTV-beeld zaten. Ik ben benieuwd of dat met die 10 dB zwakker ook zo is. Ik zit nog steeds wat krap in de tijd. Ik was pas om 17:15 thuis. Ik wil de komende tijd naast amateuronderwerpen ook weer wat niet-amateuronderwerpen doen. Dan is mijn inspiratie ook des te groter. En als het lukt ook weer wat humor. Vandaag heb ik twee van die fragmenten uit het verleden met humor. Ze komen uit 2013 en 2014 en ze zijn niet van de Daily Minutes, maar van de wekelijkse PA00 nieuwsuitzendingen waarmee ik op 17 augustus 2012 ben begonnen. Het eerste fragment dat zat gewoon in de lopende uitzending tussen het nieuws door, het amateurnieuws, en het tweede fragment dat werd wel afzonderlijk aangekondigd. Ik heb de fragmenten al eens eerder volgens mij de Daily Minutes laten horen, maar dat is behoorlijk lang geleden. Daar komt ie. Wel iets anders voor geld. Dan bij de antennes die je nog wel kunt plaatsen, want daar gaat deze uitspraak niet over. Fuck. Telefoon zijn dat ik hier die katten niet die monden breken, nou ja. Met John. Ja. Nee, echt niet. En mevrouw, u belt een beetje ongelegen. Ik ben druk bezig en ik wil geen levensverzekering. Nee, het zit namelijk zo. Het geld is op. En wat er nog over is, dat gaat volgende maand naar de belasting. Dus ik hoef echt niet. Nee, echt niet. Nee. Ja, en ook het belde gisteren niet, want daar sta ik al lang in. Daar heb ik me al meerdere keren voor aangemeld. Maar ja, kennelijk komt dat niet echt over. Ja, jullie blijven gewoon bellen. Ja, nee. Nou goed, dan even tussendoor, nou ik u toch aan de lijn heb. Ik heb wel een vraag. Heeft u misschien belangstelling voor een Amerikaanse koelkast? Ja, nee. Ja, dat was een impuls aankoop een paar maanden geleden. Maar, zoals ik al zeg, het gaat niet zo heel best. Ja, deze met een ijsblokjesmachine. 2,3 meter. Ja. Ja, grappig. Ja. Ja, hij maakt ook ijsgeruis, ja. Ja, wat raar dat u net zo'n ding zoekt. Ja, nee, ik meen het echt. Ja, nee, het is zo'n ding met mat metaal, is die, ik moet er vanaf. Ja, nee, hij was echt, ja. Ja, hij is nauwelijks gebruikt, ik woon alleen, dus, ja. Ja, maar even kijken met vervoer. Nou, midden van het land, ja. Ja, nee, serieus, ja, nee, echt. Ja, dat is geinig, niet waar. Ja, nee, maar dat is wel mooi. Ja, nee, €250. Ja, mooi dat uw man dat ook mooi vindt. Ik heb trouwens nog geen mededeling, dat wil ik u graag even kwijt. Ja, nee, weet je wat met de telefonische verkoop is? Dan voelt u ook een keer hoe u genaaid wordt aan de telefoon. Dag mevrouw. Oké, na deze ruwe onderbreking. Nou, het geld is niet echt op hoor, het was maar een smoes. Een paar jaar geleden werd het verboden om mensen nog langer telefonisch lastig te vallen met producten. In diezelfde periode daarna stonden er een aantal figuren bij mij aan de voordeur, wat duidelijk nog wel mocht, om diezelfde ellende op die manier over me uit te storten. Nou, in die tijd heb ik een tekstje gemaakt. Het heeft een tijdje op mijn voordeur gehangen en die tekst ging als volgt. Nou zijn we eindelijk net van dat aan de telefoon lastig gevallen worden rond etenstijd af, staan dat soort foute types ineens zeer regelmatig rond datzelfde tijdstip bij mij aan de deur te bellen. Ik kan u vertellen dat als u geen grote mond beeldt, u beter een paar deuren verder kunt gaan. Als u wel graag een grote mond beeldt, bel dan gerust aan, want zo kom ik ook weer van een stukje frustratie af. Wanneer u echter denkt dat ik geïnteresseerd ben in een nieuwe energiemaatschappij, een lening, een restaurantbon, in God, of iets dat ik bij de DSB-bank wil ondernemen, nou ja, u ziet zelf wat daarvan komt. Maar zonder gekheid, het is heel eenvoudig om een klein beetje van uw en mijn kostbare tijd te sparen. Bel niet aan. Ik garandeer u van tevoren, ik heb geen interesse. Oh ja, en aan enquêtes doe ik ook nooit mee. Nou ja, één keer per jaar met Sinterklaas, als de hele familie loodjes trekt. Of is dat nou geen enquête? Hoe dan ook, vertrek. Ga weg, bel niet. Op slechte dagen sta ik mensen als u aan de deur uiterst kort te woord met slechts 3 woorden. Nee,
nee, nee. Wanneer ik echter mijn dag heb, dan ga ik alsnog uiterst geanimeerd met u in discussie. Ik toon interesse in uw product, waarbij ik zeer oprecht overkom. Dat kan ik goed. Ik vraag waarschijnlijk belangstellend naar uw thuisfront, laat u desnoods uw hele catalogus uitleggen en vraag dan ook naar een contract. Maar net als u dan na 2 of misschien 3 uur praten eindelijk denkt uw slag te kunnen slaan, vertel ik naar waarheid dat ik hoegenaamd niet over enig te besteden geld beschik en zoiets ook niet op termijn van 3 of wellicht zelfs 5 jaar naar nu te verwachten heb. Neem dus het zeker voor het onzekere en ga ter bescherming van uw eigen dure tijd niet met mij in discussie. Aan de telefoon kondigde ik bij gesprekken, als u met mij wilt hebben, van tevoren altijd netjes aan dat ik het gesprek opnam. Door de ervaring wijs geworden hoef ik dan niet achteraf te soebatten om een opname waarop de bevestiging van mij zou staan om vervolgens een gemanipuleerd bestandje te ontvangen met slechts een heel klein gedeelte van wat gezegd is. Gek is wel dat na zo'n aankondiging van mij de meeste mensen die mij voor 1 oktober belden ineens heel snel de interesse in een verder gesprek kwijtraakten. Aan de deur zoek ik nog naar een soortgelijke oplossing. Vooruitlopend op een definitieve aanpak heb ik echter alvast achter mijn voordeur een soort van webcam gemonteerd, samen met een goede microfoon. Die beide staan altijd aan en die nemen alles op. Wanneer u dus toch aanbelt, wil ik u vragen om, als u tenminste een beetje florissant in beeld wilt komen, alvast uw beste glimlach op te zetten. Strijk voordat u de belknop beroert ook even uw kleren glad en doe de haren uit uw gezicht, als ze daar tenminste naartoe gewaaid zijn. Afijn, een hele hoop woorden dus. Terwijl ik eigenlijk alleen maar zeggen wil, als u niet iemand bent die ik heel goed ken, of die op afspraak komt, of zelfs persoonlijk door mij is uitgenodigd, hoepel op! Deel 6 uit de serie over repeatertechniek. Ik ga in de serie nog wat verder in op de controllers voor repeaters. Qua implementatie zijn dat uiterst eenvoudige apparaten. Er zitten behalve een aansluiting voor een voeding, een audio-ingang op voor de ontvanger en een audio-uitgang voor de zender. Daarnaast zit er een uitgang op die je op de PTT van de zender aan kunt sluiten en een ingang waar een signaal dat aangeeft of de squelch open of dicht is op moet worden aangesloten. Anders weet de controller niet dat iemand aan het woord is. Er zijn wat verschillen in dit opzicht tussen analoge repeaters en repeaters voor digitale spraak, maar verrassend genoeg zijn deze verschillen in de meeste gevallen dus niet supergroot. Niet supergroot dus. Later in deze serie ga ik ook nog wat verder in op repeaters voor digitale spraak. Het audio loopt in de meeste gevallen via de controller, omdat de controller tijdens doorgangen minimaal het geluid van de callgever aan het doorgegeven audio moet toevoegen. De controller maakt ook het geluid van de rotsjepiep. Andere zaken die de controller doet zijn bijvoorbeeld CTCSS. Je kunt in veel gevallen ook de CTCSS uit de gebruikte zendontvanger of de losse zender of ontvanger gebruiken. Nadeel is alleen dat je die vaak dan niet op afstand kunt in- of uitschakelen en dat kan bij een controller wel. Als je CTCSS door de controller laat verzorgen, dan kun je niet meer de microfoon- of luidsprekeraansluiting van de zender of de ontvanger gebruiken, omdat die gewoon ook alle frequenties waar CTCSS zit uit het audio filteren. Je moet dus elders inkoppelen. Bij veel controllers kun je daarnaast inschakelen of er pre-emfase aan de zender moet worden toegevoegd en de-emfase aan de ontvangstzijde. Ook dit zijn functies die via de microfoon- en speakeraansluiting van de zendontvanger standaard ingeschakeld zijn. Pre-emfase zorgt er in de zender voor dat lagere frequenties, die bij FM een hogere energiedichtheid hebben, minder sterk gemoduleerd worden, zodat alle zendvermogen zoveel mogelijk gelijkmatig over het gebruikte kanaal wordt verdeeld. De DM-fase zit in de ontvanger. Deze functie zorgt ervoor dat het audiokarakteristiek uit de luidspreker weer, zeg maar, normaal klinkt. Het is vergelijkbaar met de RIAA-correctie bij platenspelers. Bij sommige controllers is ook de ruissquelch ingebouwd, of een ruissquelch. Dan kun je dus kiezen of je die uit de ontvanger gebruikt of uit de controller. Dat is ook bij softwarecontrollers vaak het geval. Professionele apparaten die standaard alleen met CTCSS werken, die hebben verder geen ingebouwde squelch, dus het is wel handig als de controller die heeft. Moderne controllers kunnen ook spraakfuncties hebben, dat wil zeggen dat ze dus dingen kunnen uitspreken die bijvoorbeeld in een flashgeheugen opgeslagen wordt. Dit soort functionaliteit is niet alleen beperkt tot repeaters die met behulp van de computer werken. Via DTMF kunnen overigens ook functies voor gebruikers worden ingeschakeld. De bediening van Echolink gebeurt ook via DTMF. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om via DTMF een repeater aan een andere repeater te linken of informatie op te vragen. Bij drukke repeaters en repeaters met een groot bereik zijn dit soort dingen overigens vaak niet ingeschakeld. Sommige controllers kunnen, bijvoorbeeld in morse of door bepaalde pieptonen, een indicatie geven van de sterkte van het ontvangen signaal, een soort audio S-meter dus. Slimmere controllers, en met name die door computers worden verzorgd, hebben vaak slimmigheidjes voor wat betrekking tot hoe de callgever uitgezonden wordt, en dit kun je vaak in hoge mate zelf configureren. Hoe de gesproken roepnaam bij mijn eigen repeater PI3XTV wordt uitgezonden is daar een goed voorbeeld van. PI3XTV heeft geen bakenfunctie in de zin dat als de repeater niet in gebruik is, met intervallen van bijvoorbeeld 5 of 10 minuten, de gesproken roepnaam wordt uitgezonden.
Wel meldt de repeater ieder uur, op het hele uur, de tijd plus uiteraard de roepletters. Er zijn nog andere functies in de repeater die op dat moment ook informatie kunnen geven. De repeater komt verder zonder dat hij gebruikt wordt niet in de lucht, behalve dus zoals ik zei 1 keer per uur. Als de repeater in gebruik is, dan meldt hij iedere 4 minuten de roepletters. 5 minuten is wat er verplicht is, maar ik doe dit net iets vaker. Nadat PJ3XTV in gebruik is geweest, blijft er nog 10 minuten lang opnieuw in de lucht komen om de 4 minuten de roepletters uit te zenden. Daarna is het weer 1 maal per uur. Dit geeft aan hoe een dergelijk patroon voor roepletters uitzenden in elkaar kan zitten. Ook bij PI2NOS vindt het uitzenden van de roepnaam niet op enkelvoudige manier plaats. Bij PI2NOS wordt allereerst de roepnaam niet alleen in spraak uitgezonden, maar ook in morse. Hoe de roepnaam op een bepaald moment wordt uitgezonden en wanneer, dat hangt van de gebruikssituatie van de repeater af. De meeste mensen die zullen zich helemaal niet realiseren dat dit op deze manier gebeurt. En dat is ook heel goed. Een controle van een repeater moet vooral faciliteren en niet dingen opleggen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.